Welkom Stier bij jouw kaartlegging. We gaan eens kijken welke energie in de komende periode jou eventueel zal omringen. En we gaan dat doen aan de hand van drie kaarten. Ik begin met een gewoon spelkaart. En dan vervolgens ga ik daar de overeenkomstige Lenormand en Tarotkaart erbij nemen. Dus we beginnen met de gewone spelkaart. Om te kijken welke energie er eventueel rondom jou gaat zijn. En dat is Klaveren Heer. En dan ga ik de overeenkomstige kaart daarbij nemen. Voor de Lenormand kaart is dat de Wolkenkaart. En voor de Tarotkaart is dat de Koning van Staven. Het zou hier kunnen dat bij de wolkenkaart dat jij een plotselinge waarheid, als een donderslag bij heldere hemel, ofwel kom jij zelf iets te weten. Je kunt daar misschien eerst van uw melk zijn, dat je daar van verschiet, van wow, die een donderslag, daar kunnen we echt letterlijk van verschieten. Nu, dan vraagt eigenlijk de Koning van Staven om met die informatie daar eigenlijk op een creatieve manier mee om te gaan. Nu, het kan ook zijn dat jij zelf zorgt voor deze blikseminslag in die zin dat jij zelf een bepaalde waarheid of iets bepaald gaat verkondigen, iets wereldkundig gaat maken. En dat zou kunnen dat dat bij andere mensen gaat inslaan als een bom. Dat zij zelf eigenlijk verwonderd gaan zijn. En dan raadt eigenlijk de Koning van Staven jou aan om wat je hier te vertellen hebt, dat je dat eigenlijk gaat communiceren op de manier van een wijze leider. Hij laat ook duidelijk zien van, oké, dit is de informatie die ik u geef. Hierbij hoort deze achtergrondinformatie. Waarschijnlijk horen daar die en die gevolgen bij. Er zijn ook die verantwoordelijkheden die daarbij horen. En dat je dan duidelijk maakt van, oké, die bepaalde verantwoordelijkheden die neem ik bijvoorbeeld tot mij op. En andere verantwoordelijkheden dat je bijvoorbeeld, dat je die dirigeert. Dus dat is iets wat een mogelijkheid kan zijn in de komende periode voor jou. Zo, fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.